welkom allemaal in deze heel speciale week. De week dat iedereen leest. We nemen jullie terug mee naar het huisje van de familie van Voorlezen en de zeven geitjes. Waar? Daar. Oh, daar op die deur daar? Ja. Oh ja, dat is waar. Oh, zeg, kan je al tellen? Wie hebben we hier? Geitje nummer? 4. Ja, geitje nummer 4. Zullen wij een boekje voorlezen? Ja. Ja? Welk boekje wil je kiezen? Oh, oké. Dit? Ja. Oké. Clown durft. Weet je wat een clown is? Ja. Een clown doet een beetje gek. Zullen we eens gek doen? Ja, zo. Naar de camera, zo. Leuk, hè? Zo gek doen. Wel, clown die doet soms een beetje gek, maar hij durft ook. En wat durft hij allemaal? Wat is dat? Een blad met allemaal vierkantjes. Ga eens met je vinger over zo'n vierkantje, Louise. Ja, voilà. En dan kijken we naar de clown. Die is een beetje groot. Die is heel groot. En wat zie je aan zijn broek? Zie je iets speciaal? Wij keren eens een blaadje terug. En wat zien we daar? En dan keren we terug. Ja, voorlezen, wist mevrouwtje van voorlezen, is niet altijd rechtdoor, maar soms een keertje terugkeren, want dan ontdek je de meest fantastische dingen. Wat zien we hier, Louise? Blaadjes. Ja, die clown heeft dezelfde broek als het blaadje op de voorpagina. Speciaal. Oké, zijn we klaar? Clown durft 's nachts in het bos. Clown durft te vechten met een draak of een wolf. Hij durft zelfs zwemmen in een schuimende golf. Ja, zijn hoed is afgevallen. Die geitjes van mevrouwtje van Voorlezen zien de kleinste details. Word jij ook een beetje bang? Ik ook. Oh, zullen we een beetje dichter bij elkaar kruipen, Louise? Oh, die clown die durft zelfs in een griezelhuis. Hij durft naar de bliksem en de donder kijken. Bam, bam, bam. Oh, Louise, die clown die durft zelfs, roepen. Flauwe Trien. Zou jij dat durven roepen? Flauwe Trien. En op het einde van het boek durft clown heel veel, behalve in de tent gaan, want daar is zoveel volk. Hij is bang van al die mensen, al die kijkogen. Maar wat zegt zijn vriend de hond? Kom maar mee, zegt hij, want ik durf. En dan gaan ze samen in de tent. Wat doet de hond? Ja. Hij duwt hem zo in de tent. Zo duwen. Ja, het is altijd heel gezellig bij de familie van Voorlezen. Soms zitten ze gewoon samen op de bank. En dan lezen ze van achter naar voor of van voor naar achter. Maar soms doen ze iets. Oh, ja, soms doen ze iets heel speciaal. En willen jullie weten wat? Kom dan morgen terugkijken. Tot morgen!